Je voelt wel dat het eraan begint te komen. Ze worden nu allemaal een beetje op die golven getrokken. Ja, 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 ja. Hij wordt nu voorgetrokken. Ja, daar gaan er een paar. 1. Oh! Oh, shit! Die krijgt die golf dus echt helemaal over zich heen. Op het eerste gezicht doet dit slaperige vissersdorpje je nou niet meteen aan surfers denken, maar toch is dit voor surfers de place to be. En dit is vooral aan Dino te danken, die hier jaren geleden al de potentie van inzag. Want hier in Nazaré vind je de hoogste golven ter wereld. Een jaar geleden had geen enkele big wave surfer nog van Nazaré gehoord. Tot Dino Casimiro, geboren en getogen in dit stille dorpje aan de Atlantische kust, Nazaré in één klap op de kaart zette. Als klein jongetje al zag hij de surfpotentie van deze hoge golven. Alleen was er niemand in Portugal die erop kon surfen. En dus maakte hij een foto van een monstergolf en stuurde deze op goed geluk naar een paar van de beste surfers ter wereld. Een gouden zet. De foto zou alles veranderen. Can you show me the picture? Or do you have that at home? Of course, you carry this picture with you all the time. Yeah. I see it. Wow. Yeah. That As you can see, it's a perfect wave. Just parked there. I don't know. I would love to know. Because it was parking over there, and I was over there, and you can see the waves breaking in the horizon. Imagine, the wave it's breaking 1,000 meters from the car. For me, it's mind-blowing that someone sees this and thinks, oh, I want to write that. You don't have that feeling either, right? I have the feeling. I would love to write them, but I don't have the skill. And I'm not stupid, you know? I know what I can do and I cannot do. And yeah. You have to be ready to surf a wave like that. Yes. It's one of the most beautiful things. When you arrive to the lighthouse, that is like a show, you know, and you can see the guy surf. Yeah. Even with nobody surfing, you'll be there only with the nature, and it's a moment for you to feel it. Dino's oproep werd beantwoord. In 2011 kreeg hij onverwachts bericht van de beroemde surfer Gareth McNamara. Hij instrueerde Dino over wat hij allemaal nodig had om zo'n grote golf te kunnen pakken. Toen aan alle veiligheidseisen was voldaan, kwam Gareth eindelijk naar Nazaré en vestigde gelijk een wereldrecord door de hoogste golf ter wereld te surfen. Net buiten Nazaré vind je een bijzondere slaapplek die ook alles te maken heeft met surfen. Maar hoe lang die daar blijft, is moeilijk te zeggen, want Daniela en Eduardo zijn altijd op zoek naar de beste golven. En dat doen ze graag met andere surfers. Daarom hebben ze dit bijzondere mobiele hostel gebouwd. Maar ook als je niet kan surfen, ben je welkom. Dan zijn surflessen inbegrepen. What is this for hotel? Well, this is a hotel on wheels because we used to travel in a camper van in Europe and Africa, chasing the best waves to surf. Then Eduardo had this idea of creating an XXL camper van where we could share this experience with other people. And, and immediately you thought that's a great idea. Well, at first I thought living in a truck, maybe not. But then he told me that it will be with expandable slide outs and pop-ups, and he had this project on his mind, and I thought, okay, that might be a good solution and a good place to live. So we just went for it. Then we start creating the whole concept around it, because it's not only the truck where people sleep, but also all the experiences around with surf culture, and we guide them to the best spots to surf as well. Can I look around? Yes, yeah. Let's do it. Let's have a look. Wow. Yeah, talking about having the sea close, yeah. Right? On That's top of the ocean, yes. You Let's look go upstairs, yeah. So these are the rooms? Yes, we have 5 double rooms upstairs. We have 4 rooms with bunk beds, yeah. Like this one, ocean and view. A nice ocean view to the ocean. Yes. Yes.
And because Portugal is becoming more and more popular as a surf country, yes, right? Yes. You notice that? Yes, a lot, especially since the big wave in Nazaré, when it became known worldwide and Portugal became a very chosen destiny for surfers and also for people that want to learn how to surf. So it's increasing a lot. Terug naar waarvoor ik hier ben, de golven van Nazaré. Die laten zich helaas niet voorspellen, maar de weersomstandigheden zien er gunstig uit. Zo'n grote golf bedwingen is niet zonder risico's. En iemand die dat maar al te goed weet, is Sergio. Hello, buen día. How are you? Hey. Sergio, nice to yes, meet you. Yes, I'm Jennifer, nice to meet you. Thank you. Yeah. So this is your place here? It's our place. Our place. Yeah. Sergio is een belangrijke speel in een team dat elk jaar probeert de hoogst mogelijke golf te pakken. Zijn taak? Met zijn jetski de surfer op het juiste moment op de golf zetten en hem er daarna ook weer uithalen. Vandaar zijn mooie bijnaam, de beschermengel van Nazaré. Dit is Rodrigo Cocho. Hij is de record holder. Ah. Record Guinness holder. Hij surft de biggest wave in the world. Nice to meet you, Jennifer. Jennifer. Rodrigo. Nice to meet you. You're the record holder. Yeah. Of the biggest wave. Yeah. My God. How does that feel? Yeah, I feel great. Yeah? The guy is driving me. We're working with a team more than 5 years already. Yeah? 6 years. 6 years. 2013 we started. And now you got the biggest wave in the world. Yeah. It's important to have him, right? Super. I put my life, I trust him in the ocean. Yeah, you need him to be fully focused on the swell, right? On the... Yeah, without him, I don't go by myself. Yeah. I don't go by myself. And how high was the wave? You 80 feet, 24 meters, God. And 38 centimeters. Can't forget the centimeters. 25.38, yeah. God. We wait all year to come. This is the funnest part of the year when we are here in Nazaré and surf. So excited all the year waiting for this moment. And now, where's the wave? You wanna go? Wanna go? I can imagine that you have so much respect for nature. So much. Yeah? So much. You need to. You need. People asking me a bunch of time if I have fear. I always say that it's nice when you have fear. Not the fear that breaks you and not the fear that leaves you too much. So put the things in the balance and play with that. If the fear normally makes you more paying attention, we need to understand and full respect of Father Neptune. Als die golven dat water raakt, moet je voorstellen dat er dan een surfer in zit. Maar je voelt wel dat het eraan begint te komen. Ze worden nu allemaal een beetje op die golven getrokken. Ja, 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 ja. Hij wordt nu voorgetrokken. Ja, daar gaan er een paar. 1. Oh. Oh, shit! Die krijgt die golf dus echt helemaal over zich heen. Nee, ja, je ziet hem wel. Hij is boven water. Hij is boven water. Je ziet hoe belangrijk die jetskis zijn voor die surfers. Ze liggen als koppels liggen ze eigenlijk te wachten. En ze bepalen samen wanneer de golf is. En zodra die surfer gaat,
dan is het eerste, het enige waar die Guardian Angel, die Sergio, op gefocust is, is om die surfer er weer uit te trekken. Zo snel mogelijk. Eruit. In veiligheid. Niet normaal. Dit is nog niks, deze golven voor ze. Dit is 10 meter plus. Er komen straks golven aan die 24 meter zijn. En dan gaat er ineens een buzz door de toeschouwers. Het blijkt dat de surf legend himself, Gareth McNamara, hier rondrijdt. De man die als eerste deze golven als surfend bedwong. Hi, I'm Jennifer. Hi. You're Gareth. Yeah. Yeah. Are you going to surf today? Just gonna go check it out. No, not surfing today. No. Too small. No. And how is it surfing in Nazareth? Because you are living here right now. Yeah, it's the most challenging wave in the world. Yeah? But it has a real perfect peak, so get in and get out if everything goes right. So are you grateful to Dino that he called you and said there are big waves here in Nazareth? Definitely, yeah. Yeah? Otherwise you wouldn't have been here, maybe. 100% I would not have come. Nobody would be here. You wouldn't be here. Nobody would be here, actually. Yeah. So, thanks, Dino. So you're not surfing today because the waves are a little bit too small for you? Yeah, just a little too small. Yeah. Too small. Well, thank you very much. I hope you catch a big wave. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Idiot! Als je erover nadenkt dat die vanuit zijn auto en ik zo uit het raam hangt en zegt nee, deze golven zijn te klein. Dit is nog niks. Ik denk, hallo, gast. De golven die zijn 10 meter plus. Hij vindt ze ook te klein, denk ik. Dat een goed gevoel zijn als je een golf machtig bent. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer.